Oeh, enge website. Ja, hoe kun je nou de beste videoreview maken van een horrorgame? Nou, zet een van de grootste fans van horror neer naast iemand die een hekelaar is van horror. Hey. En daarmee heb je gewoon de beste videoreview. Nee, we gaan het hebben over Resident Evil 7 Biohazard. Ik heb onlangs de film gezien, Extinction, uit 2010 volgens mij. Ja, ik hou niet van horror, maar het was actie. En Mila Jovovich, dus ik vond het wel. Ja, die films hebben niet echt wat met Resident Evil te maken. Maar, Resident Evil 7, jij hebt hem eigenlijk gereviewd. Ja, ook zeker. Een stukje VR gaan we het zo meteen over hebben, maar wat doet de game in zijn geheel anders ten opzichte van zijn voorgangers? Nou ja, we hadden het ook al in een preview een beetje genoemd. De vorige Resident Evil delen waren een beetje... je had natuurlijk 1, 2, 3, daar was nog echt puzzelen en survival horror. En daarna begon steeds meer de focus op actie te leggen. En je had wel wat spin-offs die wat leuks deden, zoals Resident Evil Revelations. En het werd wel goed ontvangen door fans, maar de meeste fans van Resident Evil zijn wel gefrustreerd over hoe 5 en 6 de toon nogal... anders hebben neergezet. Nou, dat vind ik wel grappig, omdat heel veel mensen waren juist ook wel weer fan van 5 en 6. Ja, maar ik persoonlijk wel. Gaat 7 dan weer terug naar, weet ik veel, 1, 2, 3 en 4? Ja, nou voornamelijk 1, vind ik. Ja, 1 en 3 doet het mij voornamelijk aan denken. Omdat, weet je, je bent weer helemaal terug in een huis. Het doet me een beetje denken aan de mansion van deel 1. Ja. En je bent eigenlijk bij een horrorfamilie, de Bakers. En je moet... natuurlijk je weg naar buiten of naar veiligheid zien te vinden door lekker te puzzelen. Je hebt natuurlijk allemaal van die trapdoors, allemaal van die deuren waar je speciale dingen voor moet doen om open te maken. En dat terwijl je ook af en toe achterna gezeten wordt. Ja, precies. Net als in Resident Evil 3 met Nemesis. Dat vind ik persoonlijk wel weer vet. Ik heb vroeger die hele oude delen gezien en dat vond ik, ook als klein jochie al natuurlijk, maar ik vond het dat eng. En later vond ik die laatste paar delen vond ik te veel actie. Dus deel 7 gaat wel weer een beetje terug naar die horror schrikmoment, survivalen. Ja, het was echt inderdaad weer... sommige mensen die beweren dat dit niet een horror survival game is. Ja, okay. Ik vind het persoonlijk van wel, maar wat meer modern. Ja, precies. Het leent wel een beetje nog van andere spellen die tegenwoordig wel populair zijn in de scene. Ja. Zoals, mij deed het persoonlijk aan Outlast een beetje wel denken. En P.T., de Silent Hills demo. Oeh. Super scary. Ja, het heeft wel een beetje daar wat van weg, vond ik zelf. Okay, en hoe doet het verhaal daar binnen zich? Hoe lang duurt de game ongeveer? De game is ongeveer 8 uur, 8, 9. Okay. Het hangt een beetje vanaf hoe snel je speelt. Maar hoe is het verhaal gedaan? Het verhaal in het spel, moet ik zeggen, is een beetje... Ik vond het zelf niet heel erg engaging. Ik vond het niet echt... het trok me niet echt erin. Okay. Maar dat komt voornamelijk omdat, dat vond ik dan zelf wel, het spel had wel echt stille momenten. Je hebt natuurlijk wel, in het begin krijg je de setup, je bent Ethan, Winters, en je moet een lang verloren vriendin, Mia, moet je gaan zoeken. Yeah. Omdat, ze is 3 jaar geleden was ze vermist. En je krijgt ineens een oproep van haar. En je bent dus zo van, ik word opgeroepen om naar het huis te komen. Dus ik ga er maar even rondkijken. Maar natuurlijk weet je al, van dat is niet helemaal pluis. Nee, precies. En zodoende loop je er eigenlijk een beetje door het verhaal heen. En heel veel expositie wordt verteld door middel van clues die je vindt. Of door middel van aanwijzingen of op de muur, weet je wel. Maar dat is ook wel voornamelijk optioneel om te lezen. Maar het is minder intens dan de vorige delen? Vind ik wel. Qua verhaal? Oké. En dat komt meer omdat... Ja, weet je, Capcom is nu voornamelijk echt teruggegaan wat meer naar een realistischere stijl. Yeah. Het is nog steeds wel natuurlijk heel erg fantasy, want ja, dus een soort powers en zombies en zo, dat is bestaat logisch. Bestaat allemaal niet, is niet echt. Is inderdaad niet echt, maar alhoewel. Nee, maar je hebt natuurlijk in oude Resident Evil games had je echt nog een beetje die Capcom spirit van personages die toch wel iets
iets te cool zijn, niet helemaal klopt wel, ja. En dat is nu wel, Leon Kennedy is nu wel wat aangepast. Maar heeft het nog een beetje te maken met de vorige games of merk je helemaal geen referenties? Ja, merkt het bijna niet. Volgens mij hebben ze er wel een aantal referenties ingestopt, maar je merkt het niet. Je merkt wel dat ze echt los proberen te koppelen. Oké, goed. Daar moet je van houden of niet. Oké, maar het verhaal imponeert dus niet heel erg. Maar hoe is de gameplay daarentegen? Want dat moet natuurlijk wel goed zitten en vet zijn en een beetje de Resident Evil vibe hebben. Ja, de gameplay is doorgaans wel solid. Je hebt natuurlijk het deel dat je gewoon door het huis beweegt en de puzzels oplost. Ja. En af en toe, afhankelijk van waar je zit in het verhaal, word je opgejaagd door vijanden. Waardoor je natuurlijk af en toe moet verstoppen of je moet ervoor zorgen dat je je ding kan doen zonder dat je lastiggevallen wordt. En dat doe je door middel van door het huis lopen. Je hebt je guns, je krijgt later steeds meer wapens tot je beschikking. Onder bijvoorbeeld een vlammenwerper of een grenade launcher. Daar hou ik altijd wel van. Zeker in horror games. Vlammenwerper, bam, dood. En het ding is, je begint echt natuurlijk met een knife en een handgun. Ja. En zodra je eenmaal een shotgun weet te halen, dan is het al een stuk simpeler allemaal. Ja, want ik hoor wel berichten dat de game best wel moeilijk is, maar ja, heel veel mensen zeggen verschillende dingen. De ene vindt hem heel moeilijk en de ander vindt hem heel makkelijk. Okay. En persoonlijk zit ik er een beetje tussenin, want de momenten die ik moeilijk vond, was voornamelijk vanwege frustratie. Omdat er iets, weet je, dan deed je bijvoorbeeld iets en dan heb je net weer niet de juiste shots. Bijvoorbeeld, dan kom je een hele groep aan enemies tegen en dan ben je of niet gefocust genoeg, of je hebt gewoon een schil moment. Ja, precies. Waardoor je heel veel kogels verspilt of noem het maar op. Maar daar komt een beetje de frustratie vandaan. Ja, precies. Je hebt ook een beetje de tactiek nodig. Ja. En als je die mist, dan vind je de game wel snel moeilijk en anders kom je wel prima doorheen. En los daarvan heb je nog de baasgevechten, de eindbazen, zeg maar. Ja. Die zijn een beetje lastig te peilen. Dat vond ik wel. Je hebt weinig feedback tijdens die baasgevechten. Want als jij iemand tegenkomt, weet je, ze doen wel heel vaak wat unieks, dat is wel tof. Maar terwijl je aan het vechten bent, heb je niet echt het idee dat wat je doet, dat je daar echt ver mee komt. Dus je moet echt uitzoeken van hoe ga ik die motherfucker slaan. Precies, en je bent vervolgens constant kogels aan het pompen en je hebt niet het idee dat je echt verder komt. Dat je echt schade doet. Dus op een gegeven moment is het natuurlijk wel over, dan heb je de baas verslagen. Ja. Maar die baas hebben nog wel een beetje een hoog trial error gehalte. Het is echt van, de meeste bazen, er was er eentje die ik gewoon echt meteen had verslagen, maar toen was ik wel echt goed voorbereid wel. Ja, ja. En had je dat in de vorige delen niet ook dan? Jawel. Je had wel lastige bazen. Ja, dus daar grijpt ze ook wel weer een beetje terug naar het oude. Dat is wel top. Lijkt ja, precies. Het is tenminste een challenge. Ja, precies. Oké, duidelijk. Klein stukje VR. Je hebt de game eerst gereviewd. De review is niet gebaseerd op iets van VR. Nee, dat heb ik ook bijgezet. De review is echt puur gameplay, VR is ook gameplay natuurlijk, maar puur echt controller, gameplay en niks VR. Nee, maar je hebt hem even een tijdje met VR gespeeld. Nu wel, ja. Vind je het wat toevoegen? Zijn er momenten waarvan je denkt van oké, dit is wel echt voor VR gemaakt? Dat sowieso. Ik moet ook meteen erbij zeggen, dit is een titel. Als je een VR set hebt en je houdt van horror games, dan moet je deze titel halen. Dat moet ik er wel echt bij zeggen. Want mits je van horror houdt. Mits je van horror houdt. Nee, want dit zijn wel echt de titels die VR nu nodig hebben om echt die start goed te maken. Maar is het vet in VR? Het is wel vet. Ik merkte al meteen verschil. Het was bijvoorbeeld in het begin krijg je dan van die encounters, weet je wel. Je krijgt zo'n mes op je gezicht. En als je dat gewoon normaal speelt, dan voel je die tensie ervan niet echt. Maar in VR, krijg je echt inderdaad door dat mes op je, je netvlies. Ja. Dat is, ik moet zeggen dat is wel vetter. Er was wel één ding wat ik minder vond aan VR. En dat vond ik wel redelijk storend, moet ik ook wel eens benadrukken. Ja. En dat is, als je in de game normaal, bijvoorbeeld, je moet ook wel eens crouchen. Ja. En je moet onder dunne gangetjes of zo door. Als je dat doet in de normale game zonder VR, dan gaat het gewoon vloeiend. Maar om een of andere reden bij VR krijg je zo'n soort van zwart scherm eventjes. Het is echt zo'n seconde zo, zwart scherm. En dan vervolgens zit je in die mode.
Ook als je croucht, niet vloeiend zo zeg maar crouch, je gaat echt van... En ja, dat zal nog een beetje... Dat haalde me er wel uit. Dat zullen een beetje de beperkingen zijn van VR nog. Ik denk dat het, maar... Wel nog een, of dat is wel een ding. Dat was wel iets wat me stoorde, maar voor de rest... Je zag inderdaad, je zei al van sommige punten zijn echt gemaakt voor VR, dat klopt ook. Bijvoorbeeld, soms moet je wel eens door hele nauwe gangetjes en zo. En dan zie je al die insecten zo langskomen. Dat is natuurlijk wel een heel vet gevoel. Je weet gewoon, ik speelde het dan, weet je wel, ook gewoon zonder VR toen de tijd. Wist ik van, dit is een punt waarop ze VR, zeg maar, heel erg... Dat is een beetje hetzelfde als 3D-effect in van film, zeg maar. Ja, ja, precies. Ik wil nog iets zeggen. Ja, merk je ook dat een beetje verschil in production value zit, dat VR... eigenlijk de normale game een beetje in de weg zit? Of valt het wel mee? Nee, de twee kunnen echt perfect naast elkaar leven. Oké, dat is wel chill. Ik bedoel, VR is momenteel nog alleen exclusief voor PlayStation. Ja. Het komt wel naar andere platforms, maar daar zul je nog eventjes op moeten wachten. Dus op PC maar... is het ook niet in VR te spelen? Nee, het is echt exclusief voor PlayStation momenteel. Oh, dat is wel vet. En hetzelfde met DLC, dat is momenteel echt eerst voor PlayStation. Ja. En ja, als je Xbox hebt, krijg je hem natuurlijk zowel voor PC als je hem op Xbox koopt, kan je hem ook op PC downloaden. Ja, precies. Dat dan weer wel. Maar je kan de twee echt perfect naast elkaar zetten en los van elkaar zien. Het leeft goed samen. Je hebt de game een 7,7 gegeven. Ja. Volgens mij iets lager dan gemiddeld, maar ja, dat klopt. Even een kort verdict. Ja, ik heb hem een 7,7 gegeven puur omdat... Hoewel het echt een goed spel is en zeker voor VR de moeite waard is, waren er toch wel een paar dingetjes die mij redelijk stoorden. Waardoor ik toch wel iets minder erin kwam. Bijvoorbeeld, ja, er is niet zoveel variatie aan vijanden. Het spel is niet zo heel lang. Je hebt soms van die momenten dat je echt een beetje moet uitproberen als het ware. Ja. Zoals bij die baasgevechten met die feedback. En dat stoorde mij. En ja, de laadtijden mogen ook wel iets minder. Heb ik niet genoemd in mijn review. Daar dacht ik later ineens nog aan. Ja. Maar de laadtijden mogen ook wel tikkie korter op de schop. Oké, nee, ja. Duidelijk. Duidelijk verhaal. Yes. Dus mocht jij benieuwd zijn naar Resident Evil, wil je de geschreven versie lezen, check dan vooral Gamersnet, want daar staat hij. Oeh, enge website. Too spooky for you.